zoals je ziet, Pieter. Hier hangt hij dan, een schilderij. Ja, mooi hè, Charlotte. We zijn benieuwd, zou je er iets meer over kunnen vertellen? Ja, nou dat kan. Allereerst is dit natuurlijk de geschiedenis van dit schilderij, is dat jij mij een keer gevraagd hebt om naar de Peizermalen te komen. En omdat je dat mooi landschap vond. En ook omdat je al schilderijen van mij gezien had waarvan je dacht van nou, misschien kan je daar wel wat mee. Dus we hebben een hoop foto's gemaakt. En eigenlijk heb ik die foto's bijna een jaar in een hoekje van mijn atelier rondgeslingerd. Zonder dat ik op dat moment het idee had van ja, wat zou ik ermee doen? Ik dacht van ja, ik kan er wel leuke landschapjes van maken. Maar ja, nou ja, goed, het triggerde nog niet echt. En van de zomer heb ik een aantal grote wandschilderingen gemaakt waarin ik erg met penseelhandschrift bezig was. En toen kwam ik dus thuis in mijn atelier een paar weken geleden. Toen dacht ik van, en nou weet ik wat ik wilde. Dat landschap dat heeft wat. En ik vond dit juist zo'n, het is winterslandschap, dus allemaal een beetje dooier en zo. Dat vond ik wel heel erg aantrekkelijk, omdat ja, het is natuurlijk heel makkelijk om een prachtige tuin met orchideeën te schilderen. Dan krijg je altijd een mooie schilderij als je het een beetje redelijk doet. Maar zo'n sober landschap is eigenlijk schilderkunstig veel ambitieuzer, veel interessanter om iets mee te doen. Dus wat ik eerst heb gedaan is een compositie bedacht. Het vennetje moest een beetje uit het midden, want anders wordt het te monumentaal. En ik heb toen, en die zijn er ook, ik heb toen deze lijnen van de sloten, zullen dat al zijn, die heb ik gebruikt om een soort diagonale compositie te krijgen. Dus, deze diagonaal is heel helder, en deze ook wel. En hier is een soort diagonaal effect van hieruit via het vennetje naar deze grasbol. De positie van deze grasbol is voor mij van vitaal belang. Hij stond eerst hier in het schilderij, maar toen vond ik hem niet mooi, dus ik heb hem langzaam naar rechts gewerkt. En hij moet ook, dus een goede compositie heeft een balans. Dus deze is heel belangrijk om de rest van het schilderij in balans te houden qua rust. Er zit een hele ruwe, chaotische onderschildering onder. Ik hou daarvan om dat te doen. Is met verf gegooid zelfs. Je ziet het ook nog wel. Hier zie je strepen. Daar liep de verf gewoon over het doek. Hier zie je het ook. En ja, dat vind ik lekker om dat te hebben. Hoewel ik ook niet helemaal door het schilderij heen, moet niet te duidelijk zijn. En wat ga je dan doen? Toen heb ik het schilderij een basisroodachtige tint gegeven. Dat doe ik altijd. Je werkt met een zogenaamde tegenkleur. Dus er zit veel blauw en groen in het schilderij. En als je rood als ondergrond gebruikt, dat is eigenlijk zo als je naar groen kijkt, het helgroen beeld, en je doet je ogen dicht, dan zie je vervolgens grote tegenkleur. Dus als er veel blauw en groen in de schilderij zit, dan zit de schaduw altijd de tegenkleur, dat is rood. En dat heb ik ook hier in de lucht vooral erg gebruikt. De lucht zet je dan op met een mengsel van kobaltblauw, wat titaanwit en wat oker. Dit is echt kobaltblauw met wit. En dan de plekken waar ik dat heel zeg maar doorzichtig gelaten heb, zie je vanzelf een soort donkere wolk ontstaan. Dus in de schaduwen is de verf dunner dan op de wolken. En dat vind ik een hele prettige. Dat is een mooie techniek. Ja, dat is een techniek. Ik bedoel, niet zelf bedacht. Onder andere oude meesters gebruikten dat. Venetiaanse schilders gebruikten dat. Raphaël deed het zo. Maar ik heb het zelf goed leren doen van Ed van der Kooi op de academie. Dus ik vind dat geeft hele mooie lucht. Hier zit weer kobaltblauw in. Dus wat je in feite doet, is dus niks makkelijker als plat water, stilstand water schilderen. Want het is gewoon hetzelfde als de lucht. Dus ik ben hier begonnen met in het midden gewoon een plak ongeveer luchtkleur te zetten. Die met hele grote penseel heel ruw. En dan vind ik het belangrijk, en daar ben ik ook heel erg tevreden over, er is zo'n vaalblauwe kleur van gras wat ooit mooi geweest is, maar nu een beetje verdord is. Die takjes liggen hier ook een beetje, die zijn duidelijk al een beetje half aan het rotten hier en daar. En daar gebruik ik
er zit dus, ik gebruik daar geen groen voor. Ik gebruik een hele agressieve industriële blauw. Dat heet Pruisisch blauw. Of Fatalo blauw. Fatalo. En dat heet Fatalo blauw. En toevallig heb ik hier die kleuren ook zitten. Je ziet hier een beetje in het spectrum. Hier is rood met Pruisisch blauw. Dat geeft bijna zwart. En dat zie je ook hier in het... dat is een kleur waar ik erg van hou. En dan zit hier nog gebrande sienna in, een andere rode kleur. En die zie je nauwelijks, maar die gebruik ik om te mengen. Dan zie je hier wat oker. Hier is potje oker. En in feite krijg je zo een soort spectrum. Hier is dan wit. En je kunt meer wit bijmengen, meer oker bijmengen, meer rode aarde bijmengen of meer gewoon rood bijmengen. En daarmee kun je met dat hele forse blauw kun je een heel mooi spectrum van groenige kleuren krijgen. Dus er zit eigenlijk alleen maar Pruisisch blauw als pigment in om de groene te creëren. Met een verschillende aardkleuren, dan oker en het gebrande sienna en dan titaanwit bijgemengd. Vertel eens, hoe zit dit in verband met het grotere werk? Waar let jij op? Wat is van jou? Kun je daar iets over vertellen? Ja, de essentie van schilderen is dat het me ontzaglijk fascineert en dat ik er al heel leven mee bezig ben. Dus, en dat ik het nog steeds niet helemaal begrijp. En dat zal ook nooit lukken. Er zit ook een ontzettende emotionele betrokkenheid voor mij in. In die zin dat ik graag plekken schilder om te wandelen of in te wonen of iets dergelijks. Maar mijn boodschap aan de rest van de schilders is... Je kunt er dus heel analytisch over nadenken. En dat is eigenlijk wat de afgelopen jaren nauwelijks meer gebeurd is. Dus er is een idee van, in de Renaissance en daarna hebben schilders allerlei dingen ontdekt over hoe je de werkelijkheid kunt weergeven. En dat weten we nou wel en dat is ook afgerond. Maar wat gebeurt er met een wolk? Op een gegeven moment schijnt de zon op het land, dus het is in je land, die lucht gaat opstijgen en er ontstaat een bel. De constructie, het element van die bel, is een halfronde vorm, zeg maar. Maar die bel, die houdt zich niet vast. Dus die gaat aan allerlei kanten, gaat die openbreken. En laten we zeggen dat, om allerlei redenen, is het... De basisconstructievorm is een halfronde lijn. Maar hij gaat openbreken, dus hij gaat op drie plaatsen nieuwe halfronde lijnen creëren. En die gaan ook weer openbreken, elk op een punt. Dus dan krijg je... dit soort structuurtjes. En deze breekt misschien hier alleen open. Dan krijg je weer een halfronde lijn. En dan krijg je dit soort structuurtjes. En het feit dat je van één, laten we zeggen, halfrond naar drie gaat. En dat die drie weer in drie exploderen. Geeft in dit geval een fractale dimensie van ongeveer 1,6 voor die wolk op het plat vlak. En dat heeft dus, en waarom 3? Nou, omdat 3 te maken heeft met de beroemde zeshoek. Dat is een platte projectie van het regelmatig 20 vlak, wat kennelijk belangrijk is voor die wolk. Je kunt je voorstellen dat zo'n wolk om allerlei redenen niet, dat hij in allemaal dit soort stukjes uiteenvalt. Daar zit een fase tussen. Dus hij moet eerst in grotere stukken uiteenvallen en dan in kleinere stukken en zo gaat dat steeds verder. Dit lijkt heel realistisch, maar er zijn natuurlijk ook in het boekje wat ik geschreven heb, komt dat al naar voren, het feit dat wij bereid zijn hier een gezicht in te zien. Dat geeft aan dat wij kennelijk, we vinden de mond en de ogen belangrijk. Zolang als dat er is, dan willen wij dat als een gezicht zien. Maar de taal is, het is duidelijk, dit is een woord, een beeldwoord. En dat woord bestaat uit een rondje, een half rondje voor de mond en twee stipjes voor de ogen. En als ik ze zo teken, zie je het niet als gezicht. En je zou natuurlijk ook zeggen van, nou ja, kijk, bijna altijd zijn we wel bereid om daar gezichtjes in te zien. Je ziet wel, dat is,
Je kunt ook nog haar van maken. dus door die dingen anders te rangschikken, ontstaan er andere indrukken. En volgens mij is dit... Dit heeft natuurlijk heel weinig meer te maken met het feitelijke gezicht van iemand. Het is een soort taal die ons oog makkelijk ontcijfert. En die enerzijds, want een gezicht is natuurlijk is een vlek en dit zijn lijntjes. Dat we in zo'n contour al bereid zijn een gezicht te herkennen, is al een cognitieve prestatie van ons oog. En wat nou het grappige is, dat dit schilderij is voor mij eigenlijk in bepaalde zin een puur abstract schilderij. Ik zie alleen maar beeldwoorden, beeldtaal. Maar het verhaal wat er ontstaat is een prachtig, bijna Haagse school. Absoluut. En toevallig heb ik een echte Haagse school hier hangen. Ik weet niet of je dat nog kan zien op je camera. Ja, dat denk ik wel. Dat lukt wel. Anders haal ik hem wel even naar voren. Dit is dus van de Sander Bakhuizen. Ik denk dat dit toch zeker 150 jaar oud is. Zo. En je ziet dus dat deze mensen gingen ook echt buiten zitten met hun ezeltje en landschapje schilderen. En die hadden weer... Van der Sanden Bakhuis is een van de eerste die in zijn beeldtaal bomen niet meer als afzonderlijke blaadjes schilderde, maar als een soort wolken. En die mensen hebben een andere beeldtaal ontwikkeld. Het grappige is dus door zo over zo'n schilderij te denken, kom je in feite weer helemaal terug bij kunst, die je toch misschien terugkijkend tamelijk al wollig zou vinden, die wel hartstikke goed is. Maar dat is een interessante observatie. Voor mij als wetenschapper is dat huwelijk tussen echt wetenschappelijk nadenken over cognitie, over hoe het brein werkt, en dat emotionele aspect van dat dan verwerken in schilderijen, dat geeft ook zelfs extra dimensie misschien aan het schilderen. Ja, dankjewel. Heel goed. Ja. Dank je, Pieter. Wat een uitgebreide uitleg. Ja, ik kan ook niet alles. Zal ik even inpakken? Ja, gaan we doen.